Netbeheerder Enexis doet onderzoek naar gasleidingen in de verzakte bodem rond Nieuw-Amsterdam en Erica. Inwoners van die plaatsen maken zich zorgen. Op het moment dat de monteur iets waarneemt, markeert hij de locatie en neemt hij contact op met de binnendienst. Boeren gaan opnieuw protesteren. FC Emmen boekt 7e thuiszegen. En het weer met Leonie de Pol. Een hagelbui op de kop is de lessendaag geen bijzonderheid meer. Vandaag was het een grote zessen en hebben we weer wat hagel zien. Of dat de komende dagen zo blijft, dat hoor je straks. Goedenavond. Enexis is volop bezig met de inspectie van de gasleidingen in het verzakte gebied in Nieuw-Amsterdam en omstreken. Doordat de bodem daar flink daalt, kan het ook gevolgen hebben voor de gasleidingen in de grond. Nou, wat je achter je ziet is een monteur van ons die loopt met een sleepmat. Daarbij zeggen, dit is een demonstratie. Want de weersomstandigheden zijn niet ideaal om nu te gaan gaslek zoeken. Met de sleepmat zuigt hij, als het ware, de lucht vanuit de bodem zuigt hij op. En dat wordt geanalyseerd om te kijken of daar zich aardgas in bevindt. Op het moment dat de monteur iets waarneemt, markeert hij de locatie en neemt hij contact op met de binnendienst. En daarna komt er een ploeg die gaat kijken of er lekkage zit en dan gaat het lek indien nodig herstellen. De bodemdaling in het gebied rondom Nieuw-Amsterdam houdt de gemoederen flink bezig. Ruim 60 meldingen zijn binnengekomen bij de gemeente Emmen van scheuren, verzakkingen en sinkholes. Zelfs bij één inwoner knapte de gasleiding. En uiteindelijk is daar een brandweer bij gekomen en moesten wij standtepeden het huis verlaten, omdat het gevaarlijk was om in het huis te zijn. We hebben ook een nacht in een hotel moeten slapen, omdat het gas gewoon helemaal tussen de spouwmuren in was getrokken. Mijn inziens voor 100% geknapt vanwege de verzakkingen. Omdat gewoon hier om het huis er verzakkingen zijn van 30 tot 50 centimeter. Het gebied waar de meeste meldingen van bodemdaling vandaan komen wordt onderzocht. Een kwart van de leidingen is tot nu toe geïnspecteerd. Tot nu toe hebben we gelukkig niks gevonden. Nee, dus die mensen zijn gerustgesteld door jullie? Nou ja, het is wel onze taak om de mensen middels deze actie een geruststellend gevoel te geven. Wanneer Enexis klaar is met het onderzoek hangt helemaal af van het weer. Het mag namelijk niet waaien en ook niet regenen. En gezien de weersvoorspellingen gaat het dus nog wel even duren. Brand in de stal, dat is een nachtmerrie voor iedere boer en boerin. Technasiumleerlingen uit de drie noordelijke provincies die hebben zich de afgelopen periode gebogen over dat probleem. Zes scholen presenteerden vandaag in Gasselte-Nijveen hun ontwerp voor een brandveilige stal. Een jury bestaande uit docenten en de brandweer mocht de zelfgemaakte maquettes beoordelen. Wat we vandaag presenteren is het onderzoek dat ze hebben gedaan naar preventie van veestalbranden. Dus preventie voorkomen van veestalbranden en als het al is uitgebroken de schade zo goed mogelijk te beperken. De hekken staan zo zodat er ook geen kuikentjes tussen kunnen komen. De kuikentjes gaan eruit, want die gaan op warmte en licht af. Het winnende ontwerp kwam vandaag van leerlingen uit Drachten. Ze bedachten een systeem waarbij direct bluspoeder vrijkomt als er kortsluiting ontstaat in een stal. Daarnaast krijgt de boer direct op zijn telefoon een melding van de brand. Ik vond het heel leuk en interessant en ik heb er heel veel van geleerd. De winnende ideeën liggen nu bij LTO en de brandweer. Het is aan hen om te kijken of de plannen realistisch zijn. Het grootste doel is eigenlijk om die leerlingen het beeld te geven dat ze enthousiast genomen worden. Dus ze werken aan een actueel vraagstuk met echte, reële opdrachtgevers. Dus dat is het eigenlijk om een technasiumleerling een platform te geven. Vervolgens zou het heel erg mooi zijn dat die ideeën ook opgepikt worden door de brandweer en dat ze daadwerkelijk wat mee kunnen. Tuurlijk zit er een beetje spanning op, maar als je dat een beetje probeert weg te nemen, ja, dan merk je dat ze zo trots zijn. En dat is eigenlijk ook het belangrijkste, dat ze hier vol trots hun inspanningen kunnen tentoonstellen. De bouw van een Kentucky Fried Chicken vestiging aan de Nijbracht in Emmen kan doorgaan. De Raad van State veegde vanochtend bezwaren tegen de bouw van tafel. De bezwaren kwamen van één buurtbewoner. De man stapte naar de hoogste bestuursrechter omdat hij tegen een bestemmingsplan is. Hij vindt dat zijn woongenot wordt aangetast en vreest voor overlast. Volgens de Raad van State gaat de overlast meevallen omdat de man op 165 meter afstand van het restaurant woont. Ondanks de bezwaren werd vorig jaar al een begin gemaakt met de bouw. Nou, die kan nu dus ongestoord verder gaan. Boerenactiegroep Farmers Defence Force wil volgende week woensdag opnieuw actie voeren in Den Haag.
De boeren zijn het niet eens met het kabinetsbeleid rond stikstofuitstoot en de PFAS-normen. Ook willen ze bij de supermarktbranche een beter verdienmodel afdwingen. Begin februari wilden ze ook al protesteren, maar die actie werd een paar dagen van tevoren afgeblazen. Volgens Farmers Defence Force gaan de actie van volgende week woensdag hoe dan ook door. En in Drenthe zijn vorig jaar bijna 45.000 flitsboetes uitgedeeld. Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het overgrote deel van die boetes is uitgedeeld voor snelheidsovertredingen. Een flitspaal langs de Vaart in Assen heeft voor de meeste boetes in Drenthe gezorgd. Daar werden ruim 11.000 auto's geflitst. Een kleine 1.000 boetes zijn uitgedeeld voor rijden door rood licht. Elke dag naar die gym toe en dagen gehad dat je denkt van Jezus, daar gaan we weer en weer een terugslag en noem maar op. Dan is het uiteindelijk is dat het allemaal waard om dit soort momenten mee te maken. Dat zometeen is wat anders, want als de capaciteit van de Nederlandse luchthavens opnieuw wordt verdeeld, komen er nieuwe lijnvluchten en vakantiecharters naar Groningen Airport Eelde. Dat is de overtuiging van de kersverse directeur. Schiphol zit vol en vliegveld Eelde heeft nog ruimte. Nou, tot die tijd moet de verliesgevende luchthaven het zelf uitzien te zingen. Als Schiphol wil groeien, zal het keuzes moeten maken in welke marktsegmenten ze wel willen groeien en welke marktsegmenten ze niet willen groeien. En dat betekent dus ook dat met het openstellen van Lelystad, met de herverdeling van het luchtruim en een positie die Groningen daarin heeft, er ontegenzeggelijk ook ruimte komt voor airliners om naar Groningen toe te gaan. Ik denk dat dat gewoon een economische wetmatigheid is. Er is schaarste, dus de prijzen, landingsgelden gaan omhoog. Er komt een herverdeling van capaciteit. En in dat economisch proces zal Groningen, denk ik op termijn, heel reëel echt een alternatief gaan worden. Maar dat hangt dus heel erg af van wat er straks op Schiphol en Lelystad wel en niet mag. Het kabinet maakt hopelijk later dit jaar die keuzes bekend. Maar in de herverdeling zit een gevaar. Alleen low-cost airliners, waar weinig aan te verdienen valt, komen naar Eelde. Ik heb vanavond gezegd dat ik als Groningen in een nationaal luchtvaartsysteem niet het doucheputje van dat systeem wil worden. En op de oude voet door met subsidies luchtvaartmaatschappijen proberen te trekken, dat zien zowel de directie als de politiek niet meer zitten. En hoe gaan wij nu in de tussentijd, wat voor gevoel gaan wij dat nu zitten afwachten? Ja. En dat was een onmogelijk te beantwoorden vraag, dat realiseer ik mij. Maar ik heb hem toch gesteld. Niet het luchthaven wat het de afgelopen jaren geweest is. Ik denk dat dan is het bestaansrecht wordt wel betwijfeld door ons. Juist in deze tijd vinden wij moeten we achter Groningen Airport Eelde staan. Wat overigens niet wil zeggen dat we niet dingen moeten veranderen. En dan moet je richting innoveren, elektrisch vliegen. Je hebt over elektrische taxiën, glijvluchten. Je kunt op het moment dat je elektrische toestellen hebt, die ook meteen inzetten voor lesvluchten. Daarmee kun je het aantal vluchten rondom Eelde verduurzamen. Drones, autonoom vliegen. En ik denk dus dat het goed is om een breder palet te hebben en een multifunctionele luchthaven te worden met echt een nadrukkelijke agenda voor verduurzaming. Betekent dat nieuwe scenario's nieuwe investeringen vergen? Wat zegt u dan als aandeelhouder? Dat we daar onze ogen niet voor moeten sluiten. En dan mag het wat D66 betreft ook geld kosten. Bent u nou bereid om daar nog weer geld in te steken? Nou, zover ben ik op dit moment beslist niet. En als je dan heel hard werkt, valt er misschien een klein beetje geld te verdienen aan de luchthaven. Dat als je dat goed organiseert, efficiënt en effectief bent als luchthaven aan de exploitatiekant, dat je daarmee een lichtneutraal positieve business case kunt realiseren. Dat is toch geen fijne business case? Nee, dat is geen fijne business case, dat ben ik met u eens. Aan de andere kant, als je het vergelijkt met openbaar vervoer bijvoorbeeld, dat is ook geen fijne business case, maar het dient wel een maatschappelijke behoefte. FC Emmen boekte gisteravond alweer de 7e thuiszege van het seizoen. FC Twente werd met 2-0 verslagen. En door die overwinning hoort Emmen bij de top 5 van best presterende thuisclubs. Alleen Ajax, PSV, AZ en Feyenoord presteren in eigen huis nog beter. Het was feest gisteravond op de Oude Meerdijk. En het stralende middelpunt was Anko Jansen. De invaller die al maanden kwakkelt met een zware knieblessure, schoot de Drentse club diep in blessuretijd na 2-0. Ja, weet je, dan heb je wel zoiets van elke dag naar die gym toe en dagen gehad dat je denkt van Jezus, daar gaan we weer en weer een terugslag en noem maar op. Dan is het uiteindelijk is dat het allemaal waard om dit soort momenten mee te maken. Kijk, ik ken Anko wel heel lang. En
Anko is heel belangrijk voor deze club. Afgelopen seizoenen geweest. Dit seizoen nog minder, omdat hij blessureleed kent. Ik weet hoe diep hij heeft gezeten. Hoe het hem heeft geraakt. Dat hij heeft getwijfeld over of dingen wel op zijn plek zouden vallen nog. Ja, dan kan zomaar in anderhalve maand tijd kan het zo omdraaien. En kun je de winnende goal maken, of de winnende, maar kun je de belangrijke 2-0 maken. Ja, dan schieten er ook bij mij allerlei dingen door mijn hoofd. En ik ben met name blij voor hem. Uiteraard ook voor ons, want wij pakken 3 belangrijke punten. Maar met name voor hem, omdat ik hem dat van harte gun. Door de zegen klimt FC Emmen van de 14e naar de 12e plaats in de Eredivisie. Met 25 punten uit 22 duels. Dat puntenaantal moet vertrouwen geven richting het duel van zaterdag tegen Fortuna Sittard. Net als het spel van gisteravond. Ik vond het echt wervelend. Misschien wel een van de beste wedstrijden onder mijn leiding hier. Twente geen seconde adem gegeven. We hadden iedere tweede bal. We hebben ze eigenlijk van het kastje naar de muur gespeeld, als je dat zo mag zeggen. Vanaf seconde 1 was het duidelijk wie hier heel graag wilde winnen. Wie het publiek wilde vermaken. Ja, dus dat was geweldig om te zien. Dat hebben we denk ik na de pauze nog 1 minuutje of 10 door kunnen zetten. Tot aan de kans van Peña, die gewoon binnen moet schieten. Dan is het 2-0 en dan kunnen we rustig doorvoetballen. Maar dan slinken de krachten een beetje weg. Dan gaat er misschien wel een kopje zitten van laten we die 1-0 verdedigen. Ja, ik heb zo ook na afloop gezegd, voetbal gewoon door. Doe waar we goed in zijn en dat is voetballen. En dan voetbal je naar een reguliere overwinning. Nou, dat is nog de stap die we moeten zetten blijkbaar. We hebben de ene storm nog niet achter de roggen of de volgende dient zich alweer aan. Dit weekend lijkt het echt weer stormachtig te worden. Daarover zal ik straks meer vertellen, maar we zullen eerst eens kijken naar vanavond en morgen. Vanavond valt er nog een enkele winterse buien, maar komende nacht is het droog en vrij helder. Het koelt af naar waarden rond of net boven het vriespunt en aan de grond zal het licht vriezen. Dan morgen. De zuidoostenwind trekt aan tot vrij krachtig. Het wordt amper 4 graden en daarmee ligt de gevoelstemperatuur onder nul. Later in de ochtend giet regen en in de middag tijdelijk wat natte snijvlokken. Vrijdag is het dan wel weer dreugen, maar met hardnekkige bewolking. Later op de middag zal de zon zich nog even laten zien. En dan het weekend, zoals gezegd, het wordt warmer en onstuimig. Zaterdag 12 graden met een vrij krachtige wind en buiige regen overdag. Soms wordt het natter en bent er harde windvlagen. Zondag een natte dag met zo'n 14 graden. Storm Dennis maakt het onstuimig buiten en die zorgt voor een windkracht 6 of 7. Ja, Dennis komt eraan. Dankjewel, Leonie. Dit was Drenthe Nu. Kijk voor meer nieuws op onze site of in de app. En daar kun je vanaf vandaag ook het nestje van een bosuil via een wildcamp volgen. En dat levert hele bijzondere beelden op. Kijk maar, hier is bijvoorbeeld te zien hoe de uil een ei legt. Echt hartstikke leuk om te zien, een aanrader. Hier zometeen kan je verder kijken naar het muziekprogramma Jammen, gevolgd door One Grenzen. Veel plezier daarbij, graag tot morgen. Dag.